Hallo, welkom bij een nieuwe update video. Hoi, jullie horen op de achtergrond, horen jullie Saskia. Zegt Saskia, hi. We hebben slechtste internet. Ja joh. Sorry als... Ik heb echt het beste internet ever. Sorry als Saskia af en toe lagt, maar dat komt, ja... De internet is niet zo heel toppie of zo. Maar goed. Doe maar goede internet. Ja joh. Update van vandaag. Nieuwe kleding en 3 nieuwe paardenkleuren. En die zijn allemaal te vinden. Of tenminste, er is een nieuwe Welsh. Een Welsh. Lipizzaner en Fries. Ja, zo'n sportfries. Het is een witte sportfries uit mijn hoofd. Het is een bruine lippie. Het is een B-lippie. En een donkerbruine Wels. Yep. Dus ik ga even kijken waar ik als eerste heen ga. Ik zit nu op Sophia, dus jullie kunnen Saskia niet zien. Ja, mijn is nog aan het verifiëren en updaten. Ja, ik denk dat iedereen daar wel last van heeft. Dat is best wel irritant. Ja. Ik hoor een boot weggaan! Rip? Is dit weer net zoals de video die ik... Wuifie is uit de hoef. Ja. Maar ik kan ook naar Jarlaheim, dus dat scheelt. En mensen, er komt een video online. Het is even heel anders wat ik normaal doe. En het is 10 dingen die ik haat aan Star Stable. En nou ja, 10 dingen die... Ik ben goed in spammen. Ja. Dat, ja, het is weer, het is even wat anders, maar het zijn ook 10 herkenbare dingen wat je haat op Star Stable. Dus ik denk dat iedereen dat wel herkent. En als jullie het wat vinden, kan ik het misschien vaker doen, maar dan met 10 dingen die herkenbaar zijn en die leuk zijn op Star Stable. Of andere, een lijstje van 10. Bijvoorbeeld 10 feitjes over mij. Kom maar. Als jullie dat willen. Kom maar. Wat is er, Kiara? Nee. Nee. Maar we gaan even bij de nieuwe paardjes kijken. Dus we gaan eerst even naar Crescent Moon. Ze staan ook echt op 3 verschillende plekken. Het is echt... En ik kan niet naar Epona. Bijna. Nou, ja. Nee, ik kan nog niet naar Epona. Wel bijna. Ze was heel blij. Dacht ze eindelijk dat ze naar Epona kon naar de opdracht van vandaag. Nope. Zwaar, hè? Nope, niet doen. Ik krijg wel een nieuw snoepje. Kiara snoepjes voeren. Vrijdag in Maarten. Ja. Ga je ook de snoepjes ophalen, hè? Oh jee. Moet ik wat gaan... Nou mensen bij jou langs de deur komen? Kimberly is er ook nog. Ik ga om 5:30 al lopen hoor, denk ik. Dan is het wel donker. Ja. Want voor Kiara kan je niet te laat gaan, denk ik. Nee, maar op een gegeven moment ga je ook niet meer de deur open doen, zo laat. Wij zijn alleen wel zo dat we mensen die... of oudere kinderen, die komen ook wel, weet je wel. Maar die geven wij niet. Ik weet niet of ik ga. Nee, ik weet niet of mensen die dit kijken, die ook Sinter Maarten kennen. Ik denk dat de meesten het wel kennen. Sinter Maarten? Sinter Maarten, Mick, okay. Mak. Mijn moeder is een dik zak. Mijn man gaat ook mee. Oké, Crescent Moon. Oh, wow, wow. Mijn paard wou niet de trainen. Crescent Moon? Crescent Moon. Kiara, ga dan gewoon opeten.
Ik hoor een molen. Oh. Oké. Ja, ik heb op deze heb ik sowieso niet genoeg Star Coins, dus dat ga ik nooit redden, maar dat maakt niet uit. Ik kan ze wel vast wel kijken, of misschien als ik ze ooit op Lumion ga kopen. Oké. Welke stond er in Crescent Moon? Ik zie hem niet in. Oh jawel, dat is die witte. Wow, hij is wel heel erg wit hoor. Echt? Ja, ik vind hem niet heel mooi. Dat is die witte frisse sportpaard. Kiara, ga zitten op de bank. Ja. Nee, ik snap eigenlijk ook niet waarom ze nog een witte doen. Het lijkt alsof hij een bobbel bij zijn hoofd hebt, boven zijn oog. Oh, Rip? Ik vind hem niet heel mooi. Maar er staan hier wel heel veel witte paarden. Wit en grijs. Ja. Nee, oké, okay, dat is niet mooi. Die vind ik persoonlijk niet mooi. Word niet boos als jullie hem wel mooi vinden en dat ik weer... Ja, nee. Dat is mijn mening. Hij kijk, misschien als Saskia hem zo ziet dat ze hem dan wel mooi vindt, ja. Dat is haar mening. Ja, maar ik ga gelijk een IJslander kopen. Oh ja, jij gaat voor een IJslander. Oh, daar kun je dino-vallei in. Ja. Kun je normaal de dino-vallei in. Oké, we gaan nu naar een nieuwe. Ja, ik kan ook bijna Fjord. Oké, okay, welke was er bij Nieuw Heel Kristallen? Welke hadden we nog? Oh ja, Lippy. Yep. Want die andere zit natuurlijk bij Kern met de kikker. Ik noem hem gewoon Kern met de kikker. Ja. Ik weet niet hoe jullie hem allemaal noemen, mama, maar... Kijk. Waar staat hij? Waar is hij? Is dit hem? Oh, hij is wel gaaf. Hij heeft wel een mooie kleur. Ik vind deze wel mooi. Ja, de lippen zijn leek me ook mooi. Hij is cool. Hij is wel schattig. Hij heeft wel iets. Ja. Maar dan heb ik 3 lippies als ik hem ga kopen op Lil. Mm-hmm. Dan heb ik een beetje te veel lippies, denk ik. Ja. En dan gaan we nu naar Zuiderthof. Oh, je hebt die voor jou is nog steeds aan het laden. Hij blijft in het op 82%. Rip. Ik ga hem even afsluiten en opnieuw doen. Niet de computer maar. Dat heeft hij iedere keer als een update is geweest. Ik heb mijn clubkleding nog aan van gisteren. Ik had de clubmeeting. Had ik even zin in om mee te doen. Oh, dit is al lang en rijden. Yep. En daarna ga ik wel weer even in het winkelcentrum kijken. Het is wel zo de laatste tijd dat ik alleen maar... Ja, nu wil je Star Stable helemaal niet meer. Star Stable niet meer. Rip. Nee, ik klik erop, alleen gaat niet open. Nee, gewoon nee. Ja, rip. Ik ben bijna bij Kermit met de kikkerd. Die lijkt me ook nog wel mooi. Die bruine. Waar staat hij? Oh, mm-hmm. Hij staat helemaal in zijn eentje. Nice. Aww. Hij is wel cool. Hij zit een beetje tegen zwart aan. Hij heeft van die bruine vlekjes. Van die lichtbruine vlekken. Hij is wel leuk. Ja, dat is nog wel leuk. Hij is wel schattig. Ja. Hij is iets lichter dan de zwarte. Oh. Hij is zo klein vergeleken bij mijn Shire. Zit je op een Shire? Ja. Oh. Ik denk, pak even mijn Shire en een keertje. Ben ik al zo lang niet meer op geweest. Ik ben sowieso niet lang op deze geweest. Maar... Nou, mag ik alstublieft springen? Weet je, ik ga wel naar home en dan... Ga ik wel de paardentaxi bellen. En dan zorg ik dat ik
Ik ga naar home en dan ga ik de paardentaxi bellen. Oh, oké. Okay. Dat klinkt heel logisch. Uh-huh. Ja, dan ben ik weer met andere dingen bezig. Wow, mijn hoofd die kwam letterlijk, zat in de trainer. Oh, daar heb je de kleurloze IJslander weer. Oh ja. Stacy Flower Knight, zij is ook bekend. Hij komt echt net aan. Oh. Stacy is een bekende YouTuber. Zij maakt ook veel video's. Ja, wat zeg je dan? Dat zal ik zo even kijken als ik klaar ben. Oké, we zijn in het winkelcentrum. Volgens mij alleen maar kleding, want ik zag geen paardensooi op het plaatje. Ja, ik ook niet. Een blauw vessie. Ja, ik vind ze allemaal niet leuk. Broeken vallen nogal mee, zijn wel geinig. Maar ik heb nu ook bruin aan. Ja. Die blauwe is wel grappig. Die is ook wel leuk. Ja, weet die is nog wel leuk. Er staat iets op dit vestje met dat blauwe ding. Alleen ik ken er niet echt uit wijs worden wat het is. Oh, rip. Nou, het zal wel. Maar dat zijn in ieder geval de kleding. Ik weet het is niet veel bijzonders. Ik ga even goed wel even kijken in bij de paardenspullen. Ze stonden er niet bij, maar ik denk het dan dus ook niet. Nee. Nee, geen nieuwe paardenspullen. Nou mensen, dit was een beetje de update. Waarschijnlijk misschien volgende week of over 2 weken de nieuwe stallen. Houd het nieuws vooral even in de gaten. En social media. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Dus bye bye. Doei. Bye.